Het overschakelen naar degene Muidenaren, maar ik hoop dat jullie het hier houden. En dan is er afgetrapt. Een lange bal gelijk naar de linkerkant, Magan. Gene Muiden dus vandaag niet in het groen spelend, maar in het blauw met zwart-witte mouw. Er zal licht een verhaal achter zitten. Nu de voorzet. Voorzet naar de nummer 7. Kan, ja, hij is gelijk een doelpunt. Jeetje, wat een doelpunt gelijk van de nummer 20, dacht ik. Maar die zie ik niet op mijn lijstje staan. Ik ga even bij mijn collega luisteren wie daar de doelpunt te maken was. Het is denk ik nog geen minuut spelen. Het is inderdaad de nummer 24. Berwoud Bijmers die IJsselmeerwals, ja, traditiegetrouw zou ik bijna zeggen, op een 1-0 voorsprong, 1-0 achterstand schiet moet ik zeggen. Want IJsselmeervogels heeft hier. Het is met de chip, maar daar staat echt helemaal niemand. Wordt hij wel doorgekopt door Bijmond Bijmers. Maar het betekent wel dat het een corner wordt voor IJsselmeervogels. Wesselboer natuurlijk ook, die voorzet. Streutke komt en die pakt hem goed weg. Afaker dan. Afaker met het schot. Die lijkt me wat slap. Doelpunt! Het is het doelpunt van Basile Camara. Jeetje. Een missen van Afaker leek het, maar het is Camara die denkt, nou ja, als jij hem er niet intrapt, dan doe ik dat wel. Die leek vervolgens met een kleine sprint naar de eigen helft. Met het handig daar van Rens van Bentum, maar het is uiteindelijk IJsselmeervogels dat overneemt. Richting Knijman. Knijman die zet het op een loper, die kan daar doorgaan. Kan hij daar gevaarlijk worden, dan moet het, is het duwen en trekken. Is Kruijmen met de 2-1. Prachtige aanval van IJsselmeervogels door het hart. Door de as van de verdediging van Gene Muiden. En het is 10-10-10. Dat lijkt me wel wat enthousiast hier voor Dennis Knijman. Die er prachtig door de as van het veld, zoals ik al zei, mag doorlopen. Werd op de huid gezeten door, als ik het goed zag, Bart-Jan Brouwer. Maar die kon niet voorkomen dat Knijman. Dreigen, maar toch naar Magan terug. Magan met de diepe bal. Wijmers opnieuw. Wijmers met Morgan. Oh, de kruising! Oh, wat een prachtig schot zeg van Wijmers. Scoort hij bijna zijn tweede goal van de middag. En is het een heerlijke open wedstrijd waar we hier naar het kijken zijn. Brouwer nu met de inworp. Naar het hoofd van Morgan. Dus nu duwen en trekken, maar het is Boer die de bal kan wegkoppen. Maar is het Etten die nu van Bentham die weggestuurd wordt? Kan Gene Muiden weer gevaarlijk worden? Ja, want Mergan staat daar. Maar die neemt de voor. Lijkt me dit het prooi voor het hoofd van Matisse. Maar kan IJsselmeervogels gevaarlijk blijven? Maar kan met de schot en op de lat wederom. Lijkt me dit buitenspel van Bijmers. Ja, dat is zo. Tuurlijk. Om op het scorebord te houden. Moet Jamie Schaap daar in ieder geval niet uitglijden. Doet hij ook niet. En is het de kopbal van Morgan. Die daar gelijk wel een duw in de rug krijgt. Maar het mag door, want IJsselmeervogels een balbezit. Blijft in balbezit. Knijman nu. Knijman met actie aan de linkerkant. Matisse. Matisse met de voorzet. Staat Afaker daar heel vrij. Afaker die staat er echt vogeltje vrij. Schrok daar misschien zelf van. En maait vervolgens volledig over de bal heen. Ja, maar je ziet wel dat Beekman in balbezit komt. Eindhoven nu. Afaker. Vrouw en kinderen eerst bij Gene Muiden. Maar het is Gene Muiden dat het koel houdt. Bijmers. Lange trap. Goede trap naar de linkerkant. Reuvers aan de rechterkant. Ten opzichte van Martiez, zoek zijn. Nou, Magan met de schuiver, binnenkant paal, tjonge jonge. Oh, dan is het alsnog 2-2. Een mooie actie van Mark Magan. Wederom is het 36 seconden gespeeld en IJsselmeervogels dat moet capituleren. Het is ongelooflijk hoe IJsselmeervogels hier de kleedkamer uitkomt. Maar ja, we zagen dus Mark Magan moet ik zeggen, met de trap bekeken op de rechterpaal. Het overzicht en speelt Wessel Boer in. Boer nu. Naar Eindhoven. Hakje richting Beekman. Beekman wederom een mooie overleg. Schot nu van Eindhoven. Kan die afdrukken. Lijkt me dit een duw. Maar lijkt me dat ook een voorzet die geen eindbestemming kent. Behalve die van Arend van der Wetering. De respect van tegenover Morgan. Zoekt hem op, mag ver komen. Een mooie kapactie van Bijmers. Treft dan ook Beekman op zijn pad. Gaat hij dan willen schieten? Nee, hij wacht nog eventjes met de paas. Etten nu. Etten nu laat die bal van zijn been afstuiteren. Van Bentham dan.
met de voorzet. Naar de tweede paal is het Matisse die daar goed oplet en voorkomt dat Van der Wetering, die aan het instormen was, die bal kan promoveren tot een doelpunt. Maar het is dus wel. Boer loert naar Junior van der Velde, maar kiest uiteindelijk toch voor Jordi Ruizendaal. Wijmers naar Etten. Etten naar... moet IJsselmeeuws daar opletten? Is dat denk ik geen buitenspel? En is het Schaap die daar op zijn post is? Schaap uit zijn hok wou ik bijna zeggen, want het is Schaap die daar slim opruimt. Is Hulleman de winnende partij? Hulleman met de lage streep richting Knijman. Maar goede sliding daar zeg van Plezier daar. Die zorgt dat Genemuiden daar weer in balbezit komt. Nu weer de aanval van Genemuiden. Golft het op en neer hier. Van Bentham nu. Trucendoos tegenover Van der Velde. Opletten dat de handen niet geraakt worden. Eenkhoorn. Eenkhoorn met de lage voorzet. Op het bosje. Zo. Alle rust van de defensie van IJsselmeervogels. Sterker nog, het kan IJsselmeervogels in balbezit houden. IJsselmeervogels via Knijman. Tegenover Plezier. Kan Plezier wel wegkoppen, maar blijft IJsselmeervogels gevaarlijk. Knijman. Nu het balbezit voor Plezier. Kan dan overnemen. Is dit een overtreding van Knijman? En denk ik dat dit een gele kaart wordt. Ah, het is afgelopen. Kijk aan. Het is IJsselmeervogels en Genemuiden die hier reclame maken voor het amateurvoetbal. Zien we spelers van rood en blauw in dit geval, want dat is de tenue waar Genemuiden in speelt.